Een voorbeeldvraag. Bepaal uit de grafiek de stopafstand. Daarvoor gaan wij eerst de grafiek nader bekijken. Hier is de grafiek en we zien dat er een deel reactie is en een deel remweg. Wij kunnen deze grafiek nu in tweeën delen. En dat doen we op deze manier. Gebiedje 1 en gebied 2. Gebied 1 is de reactieafstand en gebied 2 is de remafstand. Daarvoor hebben we nodig de oppervlakte. Dat zijn deze twee. En daarbij kun je ook de formules zetten die je daarbij nodig hebt. En die formules, dat zijn deze twee formules. Bij gebied 1, de reactie, heb je S is V keer T. En bij het remmen heb je S is V keer T gedeeld door 2. We gaan de vraag oplossen. Dus bepaal uit de grafiek de stopafstand. Daarvoor heb ik als eerste nodig dat de stopafstand is de remafstand plus de reactieafstand. En we gaan eerst beginnen met de reactieafstand. De reactieafstand is gebiedje nummer 1 en daar weten we het volgende van. Gebiedje nummer 1, S1, heeft een snelheid van 54 km per uur en een tijd van 0,8 seconden. De 54 km per uur kunnen we omrekenen naar 15 meter per seconde. Als je dan de formule toepast, S1 is V keer T, vul je op V bij V en T 15 en 0,8 in en krijg je een afstand van 12 meter. Doen we ditzelfde nou voor de remafstand, gebied nummer 2, dan ziet dat er als volgt uit. Weer de snelheid, 54 km per uur, is 15 meter per seconde. En nu heb ik een tijd van 1 seconde. Hij heeft er namelijk 1 seconde over gedaan om te remmen. Van 0,8 tot 1,8 seconden. In de formule S2 is V keer T gedeeld door 2. Vullen we dan ook in 15 keer 1 gedeeld door 2. En dat levert ons 7,5 meter op. Om dan de vraag helemaal af te maken. Wat is dan de stopafstand? De stopafstand is dan dus S1 plus S2. De stopafstand is 12 plus 7,5 is 19,5 meter. Succes ermee!